meisje, kom maar binnen met je knikken. Kijk, het is 6 december. We hebben hier allemaal kinderen. Daar komt Sinterklaas aan. Het is het moment om Sinterklaas uit te gaan zwaaien. En hem een behouden vaart te wensen naar Spanje. En allemaal zwarte pieten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even weg. Misschien heeft u wel even tijd. Het is zover. Je gaat weer. Kom maar. Kom maar, ja. Ja, ik vind het ook altijd een verdrietig moment. Nee, het gaat niet, hè? Nee. Maar ik had een idee. Kan ik niet mee naar Spanje? Ja? Dan overleggen we zo even hoe ik op de boot kom. Ja? We zeggen niets tegen Sinterklaas. Nee, dat kan niet. Maar ja, ik vind het zulk rot weer hier. En meneer Roel, is die er ook? Nou, meneer Roel is er dus niet. Nee. Dan zeggen we daar ook niks tegen. Nee, want ja, die moest heel hard werken nog. Meneer Roel uitwerken? Ja, je gelooft het niet, maar het is waar. Maar daarom dacht ik, dit is het moment om stiekem met jullie mee te gaan dit jaar. Ja, is goed, is goed. Ja. Nee, we zeggen niks, nee. Doe een stiekem. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Goedemiddag Sinterklaas. Wat weer geweldig, hè? Ja, wat fijn om u te zien. Hoe heeft u het gehad? Ja, fantastisch. Het was weer een geweldige periode. Ja, ik heb ervan genoten. Ja, en hoe was het in het Sinterklaashuis? Ja, ook heel super, hè? Er zijn heel veel kinderen geweest. Hè? Ja, ik was er niet altijd natuurlijk. Maar ja, ik heb mijn werk ook te doen, hè? Ja. Zo werkt dat met Sinterklaas. Ja, heel druk. Nou, gaat u snel deze kant op. Er staan een hele hoop kindjes, die willen u heel graag dag zeggen. En wij lopen gezellig met u mee tot aan de boot. Heel gezellig, ja. Zie ik u straks. Hij weet dus nog niet dat ik mooi meega naar Spanje. Want dit rotweer heb ik dus helemaal geen zin in, hè. Ik heb het geregeld. We hebben hier een mooie pakjesavond gehad. En hebben jullie ook leuke cadeautjes gehad? Ja! Nou, kijk, dan kan ik met een gerust hart straks naar Spanje. Ja, maar u hebt het druk. Oh, het is nog steeds gewoon zo gezellig. Oh, dan vind ik het zo jammer dat hij weggaat. Maar ja, het moet nu eenmaal. Nou ja, ik vind het een klein beetje erg, want ik heb natuurlijk gewoon geregeld dat ik meega op die boot. Ja, dag Sinterklaas, kom opschieten, ik ben er wel aan toe. Ik dacht, als ik nu even snel even mijn koffer ga pakken, dan zie ik jullie zo bij de boot. Ja? Tot zo. Het is echt zover, met allemaal pieten die gewoon hier gezellig nog om me heen staan. Het blijft gezellig. Zijn jullie er wel weer aan toe of zeg je, nou... Nou, eigenlijk alleen maar omdat het mooier weer is in Spanje. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk hier veel gezelliger. Ja, nou ja, omdat het mooie weer heb ik dus net bekokstoofd dat ik gewoon meega. Maar dat mag Sinterklaas niet weten. Oh, hoe gaan we dat doen? Dan moet ik jou een beetje stiekem aan boord zien te krijgen. Ja, nee, daarom, want hij zei dat ik dan dat ik jou moest hebben. Hij zei, nou, ga even vragen. Ja, nou, ik heb het goedgekeurd. Dus, ja, dat was dus de bedoeling. Ga naar Keurpiet, want die... Ik ga die andere pieten die nu al in Spanje zijn vragen of ze dan een logeerkamer voor je klaar willen maken. Oké. Ja. En dan, maar dan help ik jullie gewoon het hele jaar ook, hè? Met de pakjes inpakken, pepernoten bakken. Nou, dat is heel fijn. Een soort stage, Piet. Ja, dat is heel goed. Nou, eigenlijk hartstikke goed. Maar je moet het natuurlijk niet tegen iedereen vertellen, anders wil iedereen met ons mee. Ja, hè? Nee, maar dat doe ik natuurlijk ook. Dat wel even een beetje tussen ons dan, hè? En ik dacht, dan doe ik mijn kleren gewoon in een zak, dan valt dat ook niet op. Dat het een koffer is. Ja, je gewone kleren gewoon, bedoel je? Ja. Oké, okay. Nee, is prima. Ja. Nou, tof. Ja, gewoon. Bedacht. Even over tot de orde van de dag. Sinterklaas komt steeds dichterbij. Die gaat zo op zijn paard. Gaat hij nog even wandelen. Ja, ik raak helemaal in de war natuurlijk van mijn aankomende reis naar Spanje. En dan zwaaien we hem daar uit. Maar ik moet nu even mijn spullen pakken. Want ik ga gewoon een jaar naar Spanje. Hallo allemaal. Hallo. Dag Sinterklaas. Oh, wat prachtig. Ik ga naar Spanje. Dat is toch geweldig. Wauw. Ons meegenomen. Cool allemaal. Wat zeg je? Ik tel hem op nog even. Tot volgend jaar, hè. Ga je mee naar de boot? Ja, dat dacht ik al.
Nou, terwijl ik sta te wachten hier aan onze prachtige gracht, hoe mooi is het toch, hè? Kwam net iemand mij vertellen dat er een idee is ontstaan om na de kerst, er komen hier straks kerstboompjes op, iets nieuws op te plaatsen. Dus in plaats van vissen mag er iets anders komen. Dus zit jij nou thuis en denk je, ja, nee, ik heb echt een supergoed idee, dan mag je dat insturen. Geen idee waar naartoe, maar zoek het op. Ik weet het niet, mensen hier aan de gracht weten het wel. Dus nou, kom maar op met die creatieve meppelers. Wachten wij nog even op Sinterklaas. Ja. Oh, hoi. Ja, ik heb dus net alvast mijn... Ik ga er snel vanaf, anders dan ziet Sinterklaas het. Ik heb net snel mijn tas alvast beneden neergelegd. Eigenlijk liggen daar altijd de pakjes en nou, daar ligt dus nu mijn tas. Dus het is bijna zover. Ik ga bijna naar Spanje. Ja, kinderen lopen vakantie naar gaan. Zit een keer weer naar huis, hè? Lieve Sint-Nicolaas, er wordt hier nog druk gezongen. Stiekem mee, hè, met ons. Hè? Ik ga stiekem mee naar Spanje. Ja, ik heb net mijn kleren heb ik al in het ruim gelegd waar de pakjes normaal liggen. Dus dat is al klaar. En dan ga ik zo stiekem, maar dan moet je me wel een beetje helpen. Ja, ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Hey, niet huilen. Ja. Niet huilen. Nee, nee, ja, het is niet zo. Huilen, hè, net als vorig jaar. Nee. Het want anders moet ik ook stuk beter. Ook, nee, want, mevrouw, mijn doel gaat mee. Ja, oh, gaat u mee? Ook leuk. Dat mogen we niet zeggen. Ja, we doen nu alsof er helemaal niks aan de hand is allemaal. Nee, er is niks aan de hand. Ik ga gewoon heel erg zwaaien, normaal. Ja. Wij gaan niks tegen Sinterklaas zeggen, nee, hè? Nee. Nee, dat doen we niet. Nee, we gaan gewoon zwaaien. Ja, dan doen we het gewoon even zo. Ja, dag, tot volgend jaar. Dag. Ja, dag. Oh, wat ziet het er gezellig uit zo, Sinterklaas. Oh, menu, hè? Ja. Dit is toch altijd wel een feestje ook weer? Het is wel een feestje, maar aan de andere kant ook een klein beetje verdrietig om afscheid te nemen. Daar heb ik wel een beetje moeite mee soms, hoor. Dat hebben wij kinderen ook, ja. Maar goed. Maar ook de grote mensen, hoor. We vinden toch wel? Ja, allemaal. Ook soms wel een traantje wegpinken. Ja, ik ook. Ik vind het altijd lastig om u te laten gaan. Laten we het maar niet te moeilijk maken. Nee, dan komen we lopen snel door. Even van genieten, hè. Is de boter trouwens wel? Ja, ik heb net hem even geïnspecteerd. Hij ligt er. Alles doet het. U kan zo vertrekken. Oh, gelukkig. Maar ja, dat wist ik namelijk nog niet. Nee. Ja, en uw bed is lekker opgemaakt. Oh. Allemaal gereed. Nou, en een kruikje erbij. Ja, nou, dat komt helemaal goed, hè. Ja, nou. Nou, kom. Gaan we die kant maar op. Zullen het is niet doen, anders. Nee. Zin, maar ik vind het wel een beetje jammer dat we terug moeten naar Spanje eigenlijk. Ja, joh, maar dat hoort er nu in. Ik vind het hier wel gezellig in Nederland. Ja, en vooral in Meppel, hoor. Ja. Nou, ja, neemt u nou wel een lekker steentje. Ja, toch mee naar huis, ja. Ja, goed zo. Bedankt, ja. Dag, hoor. Fijne reis naar Spanje. Dankjewel. Ik kom volgend jaar. Nou, het moment is echt daar, Sinterklaas. Oh, pas op. Ja. Lieve kinderen, het is nu zover. Ik ga op de boot. Gaan jullie allemaal nog even zwaaien? En ik wens jullie alle goeds voor het nieuwe jaar. Tot volgend jaar. Dag, hoor. Dag, mevrouw Minou. Dag, Sinterklaas. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. En ik hoop u dan weer te ontmoeten. Ja. Ik hoop u ook te ontmoeten. En misschien wel eerder dan gedacht. Nou, hartstikke leuk. Ja, toch wat prachtig. Het is weer hartverwarmend, hè? Ja. Dat dacht ik. Zeg nog maar één keer dag allemaal. In Meppel, hè? Een mooie traditie in Meppel. Wij vinden het heel fijn om u uit te zwaaien, maar het moment is echt gekomen. We moeten nu maar gaan, hè? Nou, tot volgend jaar. Tot volgend jaar, Sinterklaas. Sinterklaas even omdraaien. Ja, Sinterklaas die staat dus op de boot en volgens mij is het moment daar dat snel hierin doei allemaal tot volgend jaar. Moet ik naar beneden hier nog eventjes heel snel los. Sinterklaas moet mij natuurlijk niet zien, dus ik blijf even bukken, maar bedankt voor het kijken.
Ik zie jullie volgend jaar. Nou, ga jij mee, Maynou? Ik ga mee. Oh, als je de klas weet. Nee, die weet het niet. Die weet het niet. Dus echt, ik zeg, dag allemaal. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar. Dag. Dag. Tot volgend jaar. En niks vertellen, hè? Zwaai nog even naar je familie. Ja. Je ziet ze ja niet. Nee. Dat is toch hartstikke leuk, zo. Bij ons zitten, Spanje. Tot volgend jaar. Sst, niks vertellen, hè?